In onze rubriek Oud-Zweed zijn we op bezoek bij de schaatsmarathonkampioen van 1995, Fausto Mareros. De Velse Broeker is misschien wel de grootste pechvogel uit de schaatssport. Na zijn kampioenschap kwam hij tijdens een afvalrace ten val en verwondde een schaats zijn been. De droom om voor Nederland naar de Olympische Spelen te gaan viel in duigen. Dat is eigenlijk... Dat was eigenlijk wel een moeilijk moment, omdat ik eigenlijk daarvoor wist dat ik voor Nederland goed genoeg was. Het was echt gewoon het gevoel hebben van, ja, een droom hebben. Die droom ook denken waar te kunnen maken, omdat het niveau daar het jaar ervoor nog net niet goed genoeg was, maar het jaar erop echt wel heel goed was. En toen daarna dus niet meer mogelijk. Maar dan heb je die droom wel in je hoofd zitten. En nou, toen had ik natuurlijk het geluk dat ik voor de helft Portugees en voor de helft Nederlander ben. Opgeven is geen optie voor Mareros. De Portugese Nederlander wil hoe dan ook naar de Spelen. Hoewel hij daarvoor enorme obstakels moet nemen. We hebben de Portugese bond, die was er wel, maar die hebben we moeten toespitsen ook op schaatsen. Schaatsen op ijs. Ja, want het was alleen rolschaatsen voornamelijk, hè? Klopt. Ja. Rolschaatsen, rolhockey. En dat werd dus ook schaatsen op ijs. Daar hebben we dus 2,5 jaar over gedaan om de bond geaccepteerd te krijgen als lid van de ISU. Dus, maar ja, het vraagt heel veel inzetten, heel veel geduld. En niet opgeven. Echt nooit opgeven. En als dat lukt, ja, dan word je daarvoor beloond uiteindelijk. En na jaren vechten is daar dan eindelijk het moment. Mareros staat voor Portugal op de Spelen van Nagano in 98. Maar ook daar achtervolgt de pech hem. Er waren een Japans griepvirus op de een of andere manier rond. En ja hoor, ik kreeg het. Dat sloeg op mijn longen. Dus ik had gewoon een hele fikse bronchitis. Ja, en ik stond dus daar aan de start, verre van fit, voor de start al met 38,5 koorts. En als ik mijn beste prestatie had neergezet, dan was ik waarschijnlijk ergens om en nabij plaats 24 of 26 geëindigd van de 32. Dus veel meer had er nooit ingezeten. Maar nu werd ik 31ste van de 32. Nou, dat was niet echt heel lekker. Tweede deel van de 5 kilometer en hij komt uit in 7:01:87. Wel net onder de tijd van 7:02 die vereist was om hier te mogen starten. In het begin was ik er echt wel verdrietig over dat het dus niet is gegaan zoals ik had gehoopt. Achteraf denk ik van, ja weet je, wie kan er nou zeggen dat hij alles heeft meegemaakt op sportgebied wat er mee te maken is. Want ik heb ook de Elfsteden toch gereden in 97. Dat is het volgende. Wat is eigenlijk het mooiste? Was het dat de Elfstedentocht, een 10e plaats, of toch de Olympische Spelen? In alle eerlijkheid. Ja, als, dat graag. Ja, in alle eerlijkheid, als belevenis, als evenement, vond ik de Elfstedentocht verreweg de mooiste ervaring van mijn leven. Als sportevenement. Echt verreweg. Fausto de Mareros dus met mijnwerkerslamp. Het is licht genoeg. Zo vindt hij zelf. En daar gaat de lamp. Mooi richting motor. Angenent, uiteindelijk een winnaar, die was ook heel even verdwaald totdat hij jouw bouwlamp zag op je hoofd. Ik weet dat hij zag mij vallen en wist toen, oké, dat is niet de goede richting. Dus mijn fout, zeg maar, te... Zelfverzekerd, zo van het ging fantastisch met mijn mijnwerkerslampje. Doe ik dat niet, dan zit ik gewoon in de kopgroep erbij. Dan hebben Henk Angenent en Hulsebos hebben nog een robbertje met mij te knokken. Hulsebos of Angenent? Hulsebos of Angenent? Het wordt Angenent! Henk Angenent is de opvolger van Evert. Ik heb achteraf toevallig, vorig jaar heb ik een rondje IJsselmeer gefietst. Toen ben ik langs de Galmerdammen gereden. En nu heb ik dat dijkje gezien waar ik tegenaan ben gereden. Dus, en dat dijkje dat, ja, ik ben daarna van dat dijkje nog een heel eind terug gereden. Als ik een heel klein stukje om was gereden, had ik er ook geweest. Echt zo dom. Inmiddels traint hij zijn eigen schaatstalenten die de nodige ervaring meegeeft. Het allerbelangrijkste is dat als je ervoor gaat, dan moet je er echt voor gaan. Maar je moet er wel plezier in blijven houden. Als trainer moet je er positief in staan. Dan kun je hun wat positiefs meegeven.
En gewoon een bepaald kader, een bepaald referentiekader meegeven van wat is er nodig om er te komen. En tegelijkertijd ook, ja, je moet ook andere dingen kunnen laten staan, maar je moet plezier hebben in datgene wat je doet.